We zijn aangekomen in Dordrecht bij Enfusion Dordrecht. Ik sta hier naast Emira. Hoi. Jullie gaan genieten van leuke partijen, leuke aftermovie, mooie beelden. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Ik sta hier naar Joët, broer. Je bent een tijdje weg geweest, je komt terug. En je wint gelijk. En hoe? Zoals jullie weten heb ik 3 jaar niet gevochten. Vandaag was mijn eerste wedstrijd terug. En jullie hebben het resultaat zelf gezien. Alhamdulillah. Wat vind je van de avond tot nu toe? Ik vind het een hele spannende avond. Veel gevechten al gezien. Maar zeker heel tof tot nu toe, man. Naar welke partij kijk je het meest uit? Naar de partij van... Ik ben even zijn achternaam kwijt. Van de Horske Gym. Van Nicky. Juist, Gruijters. Ja, daar kijk ik wel naar uit, man. Super gezellig. Perfect georganiseerd. Kan niet beter zijn. Super. Is er een partij naar wie het meest uitkijkt? Ja, wij zijn supporters van Nick Gruijters. Sponsor van Nick Gruijters. Dus voor Nick Gruijters. Steines Isaac. Hij heeft net een gruwelijke partij gewonnen. Hoe voel je je? Ik voel me goed, alhamdulillah. We hebben gewonnen. Gewoon op punten. Niks heel bijzonders, maar we hebben het gameplan uitgevoerd, dus ik voel me gewoon goed. Dus wat kunnen de mensen verwachten? Ja, de volgende partij voor mij is, heb ik nu staan, dat is 10 juni. Tegen een jongen van Aykraus. Die Hasman. Hij heeft net ook gewonnen. Hij heeft goed gevochten. Ja, ik hoop dat hij gewoon hard doortraint. Dan doe ik hetzelfde. Dan maken we er wat moois van. Gaat hij het halen? Nee. Tuurlijk niet. Wat vind je van de avond tot nu toe? Hele leuke avond. Hele leuke, gezellige avond. Echt gezellig, leuke partijen, gezellige sfeer, echt perfect. Ja, heel leuk, leuke sfeer, mooie partijen ook, je wordt goed ontvangen, gezellig, dus ja, top man. Ik sta hier naast Ejo Boras, bro, keer op keer. Je sloopt je tegenstander, wat gaat er door je? Een goed gevoel. Eerste ronde, weer begon ik een beetje zwak. Was een beetje aantasten. En tweede ronde, derde ronde heb ik me zwaar gepakt. Voor mijn gevoel ook de eerste ronde gewonnen. Dus een unaniem beslissing. Maar dat zijn de jury's. Ik sta hier naast Nick Gruijters. Die gaat zo meteen vechten als laatste partij, de hoofdact van de avond. Hoe voel je je? Ik voel me eigenlijk goed. Ik heb mijn huiswerk gedaan en ik ben er klaar voor. Ja, heb je er zin in? Je hebt veel fans, volgens mij meegenomen. Ja, zeker. Ik heb 5-6 VIP-tafels verkocht en 60 kaarten in het publiek. Die komen mij steunen en we gaan ervoor. Ik wens je veel succes, man. Dankjewel, man. Dankjewel. Steines Ilias Zouggary, je gaat zo meteen de ring in. Hoe voel je? Ik voel me goed. Ik heb er echt heel veel zin in. Je staat tegenover Nick Gruijters. Wat verwacht je? Mijn lach is echt genoeg. Ja, dat is het. Weinig woorden, maar ik denk zo meteen veel daden. Ja, zeker. Dat is waar we over gaan komen vandaag. Geen woorden, maar daden. Broer, 5 rondes lang gedomineerd, knalpartij, hoe voel je? Ik voel me goed, ik voel me sterk. En als het aan mij ligt, kan ik er nog 5. Ja? Ja, ja, zeker. En hoe keek je voor de wedstrijd aan tegen Nick Gruijters? Ik keek naar de wedstrijd. Ik had mezelf beloofd dat ik sowieso niet neer zou gaan. En zeker niet tegen Nick Gruijters. Heeft hij zijn woorden waargemaakt? Zoals jullie kunnen zien, niet. En voor degenen die het niet hebben gezien, kijk maar terug. Ja. Bro, je bent nu double champ bij Enfusion. Je weet toch wat is er nog te halen? Ja, zometeen een vismenu bij de Mac. Ja. Nee joh, als mijn teamgenoot Dennis mij toelaat om voor de 65 belt te vechten, dan ga ik ook nog voor de 65. Maar nu is dat lastig omdat ik samen met Dennis train. Maar als hij hem afstaat, dan waarom niet? Maar voorlopig zit ik wel goed. Wat betekent deze belt voor jou, bro? Ja, eigenlijk alles, want dit is echt mijn gewichtsklasse. Dit is het gewicht waar ik op train. En ja man, hiervoor doe ik het echt. Voor deze belt. Voor deze belt. En die vorige belt heb ik gewoon afgepakt van Darryl. Omdat mensen dat zouden zien. En heb ik het gedaan, ja. Zoals je ziet is het afgelopen. Enfusion Dordrecht was niet normaal. Spectaculair. Mooie partijen. Veel KO's. En zoals je zegt, de laatste partij heeft, ja, dat was de kerst op de taart. Ilias is double champ. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Like, deel, abonneer. Mooi om doe alles. En tot de volgende keer. Ciao.